Hier zou de reis naartoe gaan, het prachtige Parma in Italië. Ver weg van Brabant om te praten over de toekomst van onze veehouderij en megastallen. Een andere omgeving zou inspirerend werken, maar kostte wel 50.000 euro. Dat zorgde voor veel ophef. Nu is de bijeenkomst hier in de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Slechts 4 kilometer van het provinciehuis. En kijk eens, dit is het water van Parma. Daar doet Sint-Michielsgestel toch niet voor onder? Is dit nou het Parma van Nederland? Ja, hier ziet u Brabants landschap. Uitzicht van de Ruwenberg. En ik denk dat de mensen het hier ook helemaal geweldig naar hun zin zullen hebben. Het is dan geen Parma geworden, maar Sint-Michielsgestel. Maar ze doen hier wel hun best om het een Parma te laten lijken. Zeker weten, echt een Parma uit. Parma. Wordt er pizza gegeten hier? Nee, zeker geen pizza. We hebben wel een mooi menu samengesteld. Wat we normaal van de normale gast ook zouden doen, maar dan een Italiaans tintje eraan. De reis naar Parma ging er zelfs bij onze minister van Binnenlandse Zaken niet in. Hij vond dat Nederland ook genoeg inspirerende plekken heeft. En daarom verblijft de groep met zo'n 50 mensen tot en met donderdag in Brabant, inclusief 2 overnachtingen. Dit is zeker een inspirerende omgeving. Als je kijkt hier naar buiten en je hebt echt een prachtig uitzicht. Het is wel in Italië, maar het is wel een heel mooi stukje Brabant hier. Initiatiefnemer en provinciebestuurder Yves de Boer zal zich zeker laten inspireren door het Brabants landschap. Zal ik zeker doen en ik kan zelfs op dit moment gelukkig nog even de zonnebril opzetten. En natuurlijk een totaal Brabants dessert hebben we gemaakt voor onze gasten met hoogbestandse bossenkoek. Schrobbelaar uit Tilburg natuurlijk. En daar hebben we een leuk dessert van gemaakt. Als het ware een soort van bossenbol, maar dan op onze eigen manier. Het Parma-reisje zou dus 50.000 euro kosten. Hoeveel Sint-Michielsgestel kost, dat wil niemand kwijt. Pas als de rekening op de mat ligt, willen ze dat bekendmaken.